Het is zaterdag, nieuw begin van een nieuwe weekvlog. En ja, de weken vliegen voorbij, hè. Maar goed, het is zaterdag, de zon schijnt, het is weekend. Ik heb heerlijk uitgeslapen en nu ga ik op weg naar Berg op Zoom. Of trouwens, en gisteren heerlijk gegriept met Jens en Elke. Dat was heel gezellig. En nu ga ik op weg naar Berg op Zoom om Suus op te halen van de trein. Dus heel veel zin. Mijn nagels zijn weer gedaan. Mijn persoonlijke nagelstyliste heeft goed te werk gedaan. Catalan look. Rood bij Juf Sas. Past bij mijn lippen. Waarom wil je dat ze de buur kijken? Nee, jij kijkt lekker. Heb je jezelf al gezien? Iedereen is creatief bezig, behalve Jeroen. De knapste. Die moet nog leren haken. Ja. Dat gaan we laten doen. Ja. Suus maakt trui klout af. En Elke haakt een... Klout. Bol. We zijn in de klout sferen. En ik ben een trui. Oh nee, een sjaal aan het breien. Met een rond breinaald. Erg wennen. Morgen, het is zondag en ja, ik had vannacht heel veel last van mijn buik en ik ben een beetje rillerig en ik ben niet helemaal fit. Dus wat ik eigenlijk al een paar dagen voel, denk ik van, nou dat komt er nu denk ik een beetje uit. Ik zou gaan wandelen met Jeroen, maar die is maar even alleen gegaan omdat ik elke keer denk van oeh, ik moet naar de wc. Dus dat voelt niet fijn. Vandaar dat ik er een beetje pipsy uitzie, maar goed. Het is wel lekker, ik heb lekker gewoon mijn trui klout aan. En het is lekker zo'n zondag dat je denkt van nou op de bank kleedje. En niet zo heel veel meer anders. Dus ik ben begonnen met de Frozen Waterfall sjaal van Woele Dix. Dat in de bloggersbox van vorige week zat. Die ik liet zien. En het haak, dat brei ik met breinaalden 9. Het zijn rond breinaalden. Moet ik wel een beetje aan wennen. Toch altijd zo'n beetje zo'n stok onder, zo'n achter, onder mijn arm vind ik dan toch wel fijner. En dit zit een beetje zo te moeilijk te doen, denk ik. Kijk, dit zijn de kleuren. Ik heb alleen wit vervangen door deze. Ik vond wit er niet zo mooi bij. Want wit, de wit was een beetje te gelig, vond ik. En dat vond ik nou niet zo'n mooi matchen. Dus ik heb deze kleuren voor deze sjaal dus. Dus hij wordt heel breed. Het is een hele brede sjaal. Het zijn alleen maar rechten die je moet breien. Dus op zich breien je het heel makkelijk. En het zijn allemaal vlakken. Dus het wordt een leuke sjaal. Zo'n vrolijke boom wil toch iedereen? Een boom met alleen maar kersthaaksels. En deze kerstbal, deze tutorial leg ik je uit hoe je deze kerstbal moet maken. Ik heb er 15 van deze ballen. En ik hang ze in de boom. Kan je zien wat voor effect het heeft. Wil je nog meer kersthaaksels haken? Die staat op mijn website. Dat is de kerstbal, dezelfde kerstbal. Deze staat op mijn website. Deze slinger staat op mijn website. De popcornbal. Deze mooie bloemkerstbal. De ster staat op mijn website. Deze paasei, maar dan voor kerst, staat op mijn website. Deze bal staat op mijn website. En deze bal staat op mijn website. De slinger met bloemetjes staat ook op mijn website. Deze vrolijke hanger staat ook op mijn website. Het kerstengeltje, die vind je ook. Dus wil je zo'n mooie vrolijke kerstboom straks bij jou in de huiskamer? Kijk dan op de website van Juf Sas. Ik heb net een tutorial opgenomen voor de gehaakte kerstballen. Dus die ga ik straks even uitwerken. En Jeroen is in de tuin en die ga ik nog even helpen. Die maakt de tuin heel netjes, dus mijn buik gaat beter. Dus ik ga hem even helpen, even lekker naar buiten. De tuinman is bezig en ik ga hem even helpen. Kijk, dahlia's bloeien nog steeds. Deze iets minder. Er zitten nog wel wat bloemen aan. Vlinderstruikjes over. Deze vind ik zelf heel mooi. En hier staat nog een witte en een soort paarse. We
We zijn zusjes. Moeder-dochter met dezelfde trui. Terwijl allemaal weer ander patroontje zo, ja. Hè? Andere kleurtjes met mouwen. Leuk. De cloud. Cloud. Goed gedaan, zus. Yeah. Kijk, zo staan de dahlia's nog in een vaasje. Ik vind ze zo mooi. Dus ik geniet er nog van, zolang het kan. En we hebben de kaarsjes aangedaan. Jeroen brengt zus naar het station. Die gaat weer naar huis. Maar ze heeft haar trui net afgemaakt, net op tijd. Dus we konden samen op de foto. Dat was wel heel leuk. Allebei met onze cloudtrui. En nou ga ik met de voeten op mijn bank, op de bank. Want ik ben gewoon een beetje gaar. Een beetje rillerig. Een beetje niet fit. Maandag, we gaan op weg naar het bos. Even uitwaaien. Ik heb gelukkig goed geslapen. Mijn lijf is iets minder zeer. En ik heb mijn nieuwe roze teddyjas aan van Nora. Met sjaal Dagmar en trui Amira. Dus ik ben aardig ux aan. Lekker even in het bos banjeren. Bij de zeezuipen in Bergop zo. Helaas, Jeroen zijn camera doet het niet meer helemaal zoals hij moet doen. Maar goed, we hebben al leuke foto's genomen. Daar loopt hij. Doet hij het? Nee, hè? Hij doet het niet meer. Dat is jammer. Misschien ligt het aan je lens. Hij doet het weer. Ja. Jee. In ieder geval met één foto. Heel mooi. Echt heel handig. Ik heb gisteren een tutorial voor de kerstballen gemaakt. En nu kijk ik naar de tutorial om een filmpje te maken. Nou staan gewoon de helft van mijn haakwerk erop. Dus ik kan er weer een nieuwe maken. Maar goed, ik heb er nog twee. Dus ik heb nog twee ballen te gaan. Dus dan heb ik ze gelijk maar gemaakt. Dus een nieuwe tutorial ga ik nu maken. Met hopelijk al het haakwerk erop. Het leven van een haakster valt soms niet helemaal mee. Kijk nou, krijg je toch al een beetje kerstgevoel van met de kerstballen. Het enige vervelende is dat ik net zag dat een aantal filmpjes van mijn haaktutorial van deze geweldige bal weer niet goed gefilmd waren. Die waren ondersteboven gefilmd. Oh, nou dan moet ik dus nog een keertje de tutorial filmen. Maar goed, het zal ooit goed komen, hoop ik. Ik moet eraan geloven, age perfect voor de perfecte grijsdekking. Want ach jongens, de haren worden steeds grijzer. En zo zie ik eruit als ik net uit bed kom. Ja, ik kan er niks moois van maken. Wil ik ook niet. Ik heb genoeg rimpels, denkrimpels, lachrimpels. Maar goed, ik ben daar trots op. Het resultaat zie je zo. Het zit erin. Zo ziet het eruit. Wat wel heel handig is, is dit borsteltje erbij van L'Oréal. En dan kan je dus zo een beetje er netjes in. En ik heb nu moeten 30 minuten intrekken. Dus ik heb er maar gelijk even een masker op gedaan. Fertility and Energize Mask van Rituals. Dus jongens, ik ga er straks weer stralend uitzien. Ik creëer gewoon mijn eigen spa, want straks ga ik natuurlijk het uitspoelen. En dan ga ik douchen. En dan neem ik gelijk een Mindful Body Scrub. Dus het wordt steeds beter. Of ik kan kiezen voor de Energizing Shower Scrub. Dus die kan ook nog. Dus ik moet even denken wat ik doe. En daarna wordt er natuurlijk gewoon wel een heerlijke body cream opgesmeerd. Daar heb ik er ook verschillende van, maar die ga ik niet allemaal laten zien. Dus ik ga nog even denken welke... Sorry, ik keek weer even niet in de camera. Ik heb ook mijn bril. Als je bezig bent te promoten voor Rituals. Deze is ook echt heel lekker. De Intense Nourishing Hair Oil. Die ruikt echt een beetje, die ruikt heel lekker. Dus als je die op hebt, niet te veel doen, want dan wordt het een beetje te vettig. Maar die is echt ook heel lekker voor je haar en gewoon goed. En de volgende promotie is de Natural Boosters. Die gebruik ik elke dag. Dit is de vitamine C. De Hyaluronic Acid. Die heb ik ook. En de
Nou, wat een idiote naam. Niacinamide. Blemish Control. Die heb ik ook. En die gebruik ik gewoon om de dag. Dus de ene dag deze en de andere dag de andere. Dus die gebruik ik 's ochtends en 's avonds onder mijn dagcreme en nachtcreme. En dit is het eindresultaat. Geen grijze haren meer. En op zich de kleur. Ik vind hem heel mooi. Het is voor het eerst dat ik deze heb gebruikt. De 9.31. Zeer licht goud asblond. Dus en heel handig met dat kammetje. En de crème spoeling hierbij is echt heel fijn. Dus dat vind ik van die andere pakje wat minder. Maar deze is echt heel fijn. Dus nou, ik ben er blij mee. Het is van L'Oréal Paris. Perfect for my age. Nee, age perfect. De vorderingen van de Frozen Waterfall Sjaal. En zo wordt hij dus. En zo ben ik hem nu al bezig. Dus hij heeft al 4 kleurtjes. Hij is lekker zacht en lekker soepel. Dus ja, het breidt toch wel heel prettig. Iemand zei van wat is het voordeel dat je met een ronde breinaald breidt. Nou ja, goed. Het maakt mijn schouders minder vervelend in ieder geval. Dus ik zit dit een beetje, als we 's avonds op de bank zitten, zit ik dit te breien nu. Een nieuwe poging om nu wel goed de tutorial van de gehaakte kerstballen op te nemen. Ja, gisteren heb ik het weer gedaan en toen aan het eind heb ik hem weer opgenomen. Maar ja, weet je, dan ben je zo gaar en heb je het al zo vaak verteld dat het niet goed wordt. Dus ik ga hem nu ik me gewoon lekker opgetut ben, uitgerust ben, hem opnieuw opnemen. Dus, I hope so. Het is droog en de zon gaat zelfs schijnen. Ik ga nu even op pad, want mijn fiets moet morgen een onderhoudsbeurt. Heel aardig van de fietsmaker dat hij dat doet. Dus ik ga hem even wegbrengen en daarna even boodschappen doen. Want ik ga een perentaart maken. Dat was ik nog steeds van plan. En Hermie had een heel lekker recept van Rutger bakt. Dus die ga ik proberen. Dus, maar ik moet zelf rijzend bakmeel en basterdsuiker en vanille-extract en boter, want dat heb ik niet. Dus dat ga ik halen en dan ga ik lekker nog even bakken. Gedaan en ik heb ze even thuis neergezet en ik dacht ik loop even verder naar het water. Even bij het water zitten en dan genieten van de wind en de zon die er nu ook is. Het is heerlijk weer, het is gewoon een beetje warm. Maar het waait wel flink, dus het zal wel een beetje storen. Dan zien jullie hoe mooi Tole is. Oh, zo mooi. Gewoon hier met zoveel plezier, jongens. Ik zou echt nooit meer terug willen naar de Randstad. Als ik in zo'n stad loop, dan denk ik... Oh, wat onpersoonlijk allemaal. Ik vind het fijn dat ik mensen gedag zeg. Het liefst de meest chagrijnige mensen. En dat ze dan opkijken en denken... Oeh, er zegt iemand mijn gedag. En dan zeggen ze hallo terug. En daar word ik vrolijk van. Ah ja, goed. Gisteren kreeg ik nog een berichtje via Facebook van iemand die me al erop attendeerde dat er in een andere groep, haakgroep, lelijk over mij werd gesproken. Er was een mevrouw die had een patroon bij mij ingediend. Heel mooi, kussen. Er stond een ander kussen bij. Dat was helemaal niet het probleem. Alleen er stond geen link bij naar het haakpatroon en dat wil ik wel altijd graag. Dus ik had hem, omdat ik druk had of iets doen, meestal zet ik het erbij. Wat mooi gemaakt, wil je nog even de link naar het haakpatroon erbij plaatsen, dan keur ik hem goed. Nou, geen tijd voor gehad, dus ik heb even snel op nummer 4 geklikt. Daar staat dan bij en, een bericht moet een naam hebben en een link naar het haakpatroon. En nou, die had ik dus afgekeurd. Dus die mevrouw had in een andere groep gezegd, nou, ik had hem bij juf Sos aangeboden. Nou, ga ik gelijk lelijk kijken, dat is niet aardig. Ik had hem bij juf Sos aangeboden en ze heeft hem afgekeurd. Want waarschijnlijk mag ik dat andere patroon niet plaatsen. Nou, dat was dus helemaal niet zo. En de beheerder daar ging ook nog eens even lekker meedoen. Ja, die juf Sos en heeft al jaren, heeft al vaker de regels overschreden en ik ben er helemaal klaar mee. Ik ken die mevrouw helemaal niet. Ik heb ooit lid geweest van die groep.
heb twee keer wat geplaatst met een link erbij naar, naar mijn gratis haakpatroon. Nou, dat mocht blijkbaar niet, dus heeft ze me eruit geknikkerd. Nou, prima. Maar goed, dus heel lief dat ze dat berichtje deed. Dus ik heb die mevrouw even een pb'tje gedaan van mevrouw. Dit was de, ik zie dat u heeft een bericht geplaatst en ik ben heel keurig gebleven. Want ja, weet je, ik ga niet met modder gooien. Als je met modder gaat gooien, hetzelfde gaat terugdoen. En ik wil helemaal geen moeder Teresa zijn of zo. Maar mijn moeder zei altijd, of mijn vader, wie goed doet, goed ontmoet. Dus ik denk, ja, ik hou altijd de eer aan mezelf. Ik probeer positief te blijven. Ik probeer me in te leveren in andere mensen. En ik zag juist gisteravond nog een artikel van Jelle Hermes van So Chicken. Ik weet niet of jullie die website kennen. Maar hij geeft altijd hele goede tips. En het ging juist over hoe je omgaat met negatieve mensen. En daar stond ook een quote bij. Ik zal hem straks even thuis laten zien aan je. Daar stond gewoon een quote bij van over hoe je omgaat met negativiteit. En toen dacht ik, ja, die komt precies op het goede moment. Dus dankjewel Jelle voor je quote en je artikel. Dus wil je meer geïnspireerd worden door positieve dingen? Kijk ook eens op So Chicken. Ik word er altijd wel blij van zijn tips. En hoe meer mensen positief elkaar benaderen, hoe minder gezeiker in de wereld is. Want echt jongens, waar gaat het over? Het gaat nergens over. Weet je, als ik dan denk van hoeveel mensen er liggen te sterven dan van de honger. Waar maken we ons druk om? Over een haakpatroon, alsjeblieft. Dus maar goed, misschien relativeer ik wel te erg. En ik kan me ook weer inleven in sommige mensen. Dat ik denk, misschien hebben ze een rotdag gehad. Ik heb ooit een boek van Vonne van der Meer gelezen. Ik ga hem hier straks nog tippen, want ik vond het een mooi boek. Dat een man en vrouw 's ochtends ruzie hebben en dat die ruzie leidt tot iets heel groots. Dus ik dacht, dat heeft me altijd wel aan het denken gezet van, ja weet je, sommige dingen kunnen... weet je, zo'n heel klein dingetje kan ontstaan en dan kan het iets heel groots negatiefs worden. Dus ik vond het een goed boek. Ik sowieso de boeken van Vonne van der Meer vind ik goed. Weet je, gewoon even de manier van schrijven, maar ook hoe ze je soms aan het denken zet. En daar hou ik van, weet je. Dus niet van dat standaard van het komt allemaal weer goed. Maar ook wel gewoon wat meer psychologie erin. Dus, maar nu zit ik gewoon even lekker in de zon. Zo nog even. Ik ga zo mijn perentaart bakken. En eigenlijk zat ik net te bedenken, zou ik gewoon een haakwinkeltje moeten beginnen. Taart bakken, koffie, mensen lekker op de visite. Een beetje wolletje uitzoeken, patroontje en dan lekker haken. Dat lijkt me echt ideaal. Maar ja goed, in Tolen komt niet iedereen op de koffie voor mijn haakwinkeltje. Dus dan denk ik maar zo, dan doe ik het maar als een soort virtueel haakwinkeltje. Mijn weekvlogs, dat ik gewoon bij jullie op de koffie kom. Helaas kunnen jullie niet terugpraten. Nou ja, het is een beetje een monoloog van mij. Maar ik vind het wel heel leuk dat sommige mensen allerlei dingetjes even nog onder mijn weekvlog zetten. Van wat ze eraan gehad hebben. Iemand zei van de week, daar weet ik de naam niet meer. Oh sorry, voor mij was het Inge. Of Ilse, maar ik weet niet zeker. Die zei van, ik heb echt weer wat geleerd. Was ik benieuwd wat ze ervan geleerd had. Nou, dat je het voorlezen zo belangrijk is voor kinderen. De woordenschat, de ontwikkeling daarmee te maken heeft. Ja, de zinsopbouw, alles heeft er eigenlijk mee te maken. Dus lees voor. Ik zeg het, ik kan niet vaak genoeg zeggen. En zorg goed voor jezelf. Want ik, weet je, ik pep me op altijd een beetje van zo'n thuisspa. Lekker mijn haar gedaan. Oh ja, was ik ook nog wel komen van zeggen. Die haarspoeling, die haarkleuring, heb ik bij het Kruidvat gekocht toen die in de aanbieding was. Eén pak is €18,49 en de tweede was €1. Dus voor €19,49 heb ik twee keer mijn haarkleur gekleurd. Dus ja, dat is nog geen tientje per keer. Dus nou, is toch een tip. Dus kijk eens even als ze in de aanbieding zijn, dan scheelt dat een hoop geld. Dus kleur je haar, doe lekker je haar, tut jezelf lekker op, neem een maskertje, zorg goed voor jezelf. Dan straal je ook weer uit naar anderen. En hoe meer liefde we doorgeven, hoe leuker de wereld wordt. En als we allemaal maar klein beginnen, als we dat allemaal doen, dan wordt de wereld vanzelf beter, denk ik dan maar. Ik wil niet meegaan in alle negatieve troep, dat doe ik niet. Dus doe mee en een beetje Lynette van Dongen decreet. Doe wat je kan. Doe dat met plezier. En de rest is geloof ik, zegt ze al. Kijk nou, wat een mooie lucht. Ik hou zo van lucht. Ik hou van
de Hollandse mooie luchten. En daar word ik echt blij van. Ik wil nog ooit eens een hele mooie lucht schilderen. Dat is nog een soort droom. Een hele mooie luchtschilderij maken. En daar kom ik ook te weinig aan toe. Schilderen. Moet ik ook meer gaan doen. Maar goed, ik heb het een beetje te druk. Maar ik wil allemaal leuke dingen doen. Misschien ook nog in mijn haakwinkeltje. Een soort plekje waar ik kan schilderen. Ah joh, komt allemaal goed. Heb je nodig voor de perentaart? Peren, suiker, zelfrijzend bakmeel heb ik al afgewogen. Boter, bruine bastardsuiker, vanille extract en eieren. Het recept is van Rut gebakt. Het is de peren upside down cake. Dus dat ga ik nu maken. Nou heb ik geen rond bakvorm waar die helemaal dicht is. Dus ik ga er dan maar een cake van maken. Echt een cakevorm. Dus hieronder zit de boter met bastardsuiker, dus de karamel. En dan de peren eroverheen. En nu ga ik nog het beslagje maken. En dan kan die in de oven. Het beslag gaat hier overheen. 50 minuten in de oven. Jongens, hij ruikt toch lekker? Echt heerlijk. Hoe is die omgekeerd? Nou, kijk nou eens hoe mooi. Peren met karamel. Echt lekker. Wat een mooie peren, omgekeerde perencake het is. Met heel veel karamel. En ga even testen. Ja? Is die lekker? Ja, lekker wel. Is die goed gelukt? Ja. Nou, bedankt Hermie voor de tip van het recept. Net thuis uit Henkezand een jaargesprek gehad met mijn directeur. Het laatste jaargesprek, want mijn directeur stopt ermee eind december. Dus we krijgen een nieuwe directeur. En ik heb mijn leuke jurk weer aan met een superleuk jasje, echt leer, van zus. En die is volgens mij nog steeds verkrijgbaar en ik ben er super blij mee. In de sale, hij was er 100 zoveel en ik heb hem nu voor 35 of zo. Dan ben ik nu ook de leuke sjaal voorbij aan het, de Frozen Waterfall sjaal bij aan het breien. Want daar zit ook zwart in. Dus ik dacht, zo'n lekkere grote sjaal bij een leer jasje, dat is stoer. Ik ga naar binnen, want ik moet nog verder werken en ik moet nog even bellen en ik moet nog van alles doen. Dus geen tijd. Het is eindelijk gelukt. Het filmpje is af en hij staat op mijn blog. Dus als je deze vrolijke kerstballen die in mijn kerstboom nu hangen wil haken, dan kan dat. Dus klik even op mijn blog en dan vind je het patroon. Ik had het gewoon koud trouwens. Ik dacht dan, nou, ik doe een jurkje aan vandaag. Maar ik kwam thuis en ik heb verder gewerkt en toch maar even mijn trui aan gedaan. Maar ja, er staat een beetje onflatteus over mijn jurkje. Maar ja, niemand die het ziet. Jongens, wat heeft het hard gewaaid. Maar nu schijnt de zon hier weer. En hard geregend trouwens ook. Ik heb net boodschappen gedaan. Even tussendoor. Ik kom uit Henkezand en ik ga nu weer naar een online overleg. Dus ik ga heel snel even eten en dan weer online verder. Maar het is dus een werkdag en ja, meer heb ik eigenlijk niet te melden. Ik rij nog even lekker even verder. Mijn werkdag zit erop en het is net weer. Dus ik ga nog even lekker verder met mijn grote sjaal. Hij wordt al echt lekker lang. Dus ik kan hem al voordeel als je dit breidt, dat je gewoon ook lekkere warme benen hebt. Want je legt het natuurlijk zo lekker over je benen heen als je aan het breien bent. En voor de rest, heel leuk om al jullie creaties op de woensdagvraag gezien te hebben. Af en toe druppelt er ook nog eentje binnen op de donderdag. En dat is natuurlijk helemaal prima. Nieuwe woensdagvraag voor volgende week woensdag. Hoeveel is het dan? De 27e, denk ik. Gisteren was de 20e. Gisteren was onze schoonzoon jarig. Dan zijn we gisteravond nog even op de koffie geweest. Nou, niet te lang gebleven. We moesten allebei werken vandaag. Maar de nieuwe woensdagvraag is herfst. Heb je een goede herfsttip? Wat ga je doen in de herfst? Ga je het bos in? Heb je een mooie wandeling? Heb je een mooie lekkere herfstrecept? Heb je een herfstpatroon? Heb je iets rondom de herfst, wat kan je nog meer verzinnen? Heb je herfstknutsels, dat je denkt van nou, dan, zo moet je je huis versieren. Eigenlijk dat.
Heb je een goede herfsttip? Heb je een herfstuitje? Waar moet je heen als het herfst is? Welk herfstbos is het mooist om te fotograferen bijvoorbeeld? Of waar kan je de paddenstoelen vinden? Of kabouters? Ik weet niet. Maar kom maar op met jullie herfsttips. Dan zien we die volgende week. Ik brei nog even lekker verder met mijn rondbreinaald. Dus ik hoef hem niet achter tussen mijn armen te hebben. Ik heb mijn vest soft pink aan. Die blijft leuk. Die heb ik al jaren geleden gemaakt met 3 draden. Het is van de Action, maar hij blijft gewoon mooi. Weet je? Ik bedoel, het is een mooi kleurtje. Het is ook echt mijn kleurtje. En het blouseje is van H&M. Gewoon zo'n satijnen blouseje. Precies de kleur. En dat draag ik graag. Voel ik me ook wel een beetje chic als ik werk. Gewoon hoef ik niet te chic, maar toch een beetje chic. Dus hij staat op mijn website gratis, dit vest. Het is een soort Bernadette, maar dan net niet, denk ik. Ik weet het niet. Wat is een Bernadette? Het is gewoon een vest. Hij krult lekker, maar dat hoort ook zo. Grof gebreid. En nu ga ik lekker even beneden relaxen. Oh ja, en nog eentje. Het boek wat ik nog met jullie moest delen van Vonne van der Meer. Voordat ik het vergeet. Hij staat volgens mij ook in de online bibliotheek. Ik ga hem eens even opzoeken in mijn app. Online bibliotheek. Oh, wat leuk. Een nieuw luisterboek. Van Tatjana de Rosnay. Van haar naam was Sarah. Dit leven is van jou. Vind ik ook altijd goede boeken. Maar er staat nu een nieuw luisterboek van haar in de online bibliotheek. Ik ga eens even kijken of ik Ik verbind u door kan vinden. Helaas, hij staat er net niet in. Zal je net zien. Zeg ik dat hij erin staat, staat hij er niet in. Er staan wel genoeg boeken van Vonne van der Meer in de online bibliotheek. Even kijken, hij is een beetje, ja. Maar net Ik verbind u door niet. In Ik verbind u door laat Vonne van der Meer zien dat kleine gebeurtenissen grote gevolgen kunnen hebben. Het verhaal speelt zich af op 10 september 2002, de dag voor de eerste denking van de aanslagen in New York. In Vogelvlucht volgt ze een groot aantal verschillende personages die met elkaar worden verbonden door het chagrijn dat ze aan elkaar doorgeven. Dus zo zie je maar kleine gebeurtenissen met grote gevolgen. Ik verbind u door. Mooi boek. En So Chicken, dat had ik je ook nog beloofd. Broeden op een leuke leven. Dit is de website van Jelle, So Chicken. Ook een goede tip. Allerlei tips rondom eigenlijk een leuker leven, een leuker, een tevreden leven. Dus hij geeft ook boeken, hij heeft ook cursussen, hij heeft een app, hij heeft spreuken. Dus dat was ook nog een tip van mij. Ga ik naar beneden even breien en dan straks pasta maken en dan lekker een beetje chillen vanavond. En met deze mooie berg Amira ga ik ook een trui maken. En ik heb vannacht al een beetje ideeën zitten krijgen. Ik wil een beetje een Noors trui, maar dan haken. En dan met die kleuren. Dus eigenlijk ook van bovenaf. Dus niet van onderaan beginnen, maar van bovenaf. Dus ik ben erg benieuwd of me dat gaat lukken. Maar het is altijd een uitdaging. En echt, Amira is de goddelijkste garen van allemaal, vind ik eigenlijk. 50 gram is 100 meter. En het is voor naalden 5,5-6. Meestal haak ik op 6. En wat zit er allemaal in? Katoen en polynylon. En het is echt zo fijn. Zo zacht. En het blijft mooi. Ik ben er echt gek op. Rosanne heb ik er ook mee gemaakt. Die heb ik al zoveel gedragen. Natuurlijk als je veel draagt en wast, dan wordt een trui er niet altijd mooier op. Maar ik vind hem nog echt super fijn om te dragen. En super zacht en super netjes. Vrijdag en de laatste dag van de vlog. Dus vrijdag vlogdag. Ik ga hem straks online zetten. En ik heb mijn werkjurkje aan, want ik ga zo naar Goes. Ik heb nog een afspraak in Goes staan. Het waait weer heel erg hard hier. Dus ga de wind maar even in. Op de Oesterdam moet je dan goed je auto vasthouden. Dan moet je goed je stuur natuurlijk, je auto niet. Want dat is een beetje raar als je aan het rijden bent om je auto vast te houden. Je stuur vasthouden, anders dan
waar je zo het water in. Maar goed, ik nog één dag nog even een afspraak en dan heb ik lekker weekend. Dus het is al een aardig volle vlog geworden, dus ik hou het vandaag kort. Dank weer voor het kijken en tot juf Sas!